soms zie je een stamboom dat je denkt, een afwijking en 10 mannen hebben die afwijking en 0 vrouwen. Op dat moment... En jij denkt, ik chromosomaal. Hoe werkt het ook alweer? Je hebt in elke cel van je lichaam ongeveer 1 meter, iets meer, aan DNA. En dat DNA is verdeeld in 23 paren. De chromosomen van 22 van die paren zijn precies even lang. Het 23ste paar zijn de geslachtschromosomen. Bij een meisje de X-chromosomen, allebei zijn ze ook even lang. Een jongen heeft bij de geslachtschromosomen ook een X-chromosoom, maar daarnaast alleen maar een Y-chromosoom dat veel kleiner is. Dus een gen dat te vinden is op het X-chromosoom is bij de jongen niet te vinden op het Y-chromosoom. Een meisje kan dus homozygoot zijn, dominant. Als recessief, heterozygoot zijn en dan is ze drager. Een jongen is it what you see is what you get. Hij kan vrij zijn of hij is leider. Dit is koningin Victoria. Zij was drager van het hemofiliegen. Ze krijgt kinderen met een gezonde man. 50% van de kinderen is dan vrij. En 50% van de zonen is leider en 50% van de dochters is drager. Dus de volgende keer dat je zo'n stamboom ziet...